Oké. Okay. De spanning eraf is. De zenuwen kalmeert. Kan iedereen op zijn gemak luisteren naar wat de volgende spreker te vertellen heeft. Het is niet de minste. Het gaat om professor Patrick de Vlieger, die werkzaam is aan de onderzoekseenheid minderheden. Wacht hoor, ik heb het genoemd. Dus het is een moeilijke interculturalisme, migratie en minderheden van de faculteit sociale wetenschappen. Patrick de Vlieger zal vandaag een tipje van de sluier oplichten van wat ongetwijfeld een van zijn nieuwe boeken zal worden. En hij zal die schrijven op basis van de ervaring die hij opdeed vorig academiejaar, toen hij tijdens zijn sabbatical de wereld zowat heeft afgereisd. Gaande van Zuid-Afrika tot China, over Noord-Amerika tot de Democratische Republiek Congo. Hij heeft denk ik de hele wereld afgereisd en heeft heel veel plekken bezocht waar mensen vandaag nog steeds leven met lepra of geleefd hebben. En op basis van al die ervaringen zal hij vandaag zijn lezing aan ons voorstellen, de erfenis van lepra. Damiaan, erfgoed, kennis en samenleven in de toekomst. Het is mij een hele grote eer om Patrick naar voren te roepen. Niet alleen omdat hij een excellent onderzoeker is, maar ook omdat, en dat is niet onbelangrijk, hij een van de inspiratoren is geweest voor de oprichting van het Damiaanfonds. Daarom denk ik is het een mooie zaak dat deze Damiaan lezingenreeks door hem wordt op gang getrokken. Ik geef Patrick heel graag het woord voor de volgende. Hoe gaan we om met het erfgoed van de manier waarop we
afgesloten werden, hoe gaan we daar vandaag mee om? En wat is eigenlijk de link naar vandaag? Dus ik ga beginnen met een kleine rondleiding. We gaan beginnen in Zuid-Afrika. En misschien weten jullie dat, maar Robben Eiland, waar Nelson Mandela gevangen is geweest, was eigenlijk voordien was ook een leegpassite. En we hebben het geluk gehad eigenlijk om toch wel die site wat te verkennen, maar ook te kijken wat de geschiedenis is geweest. Dus dat is eigenlijk van 1846 tot 1931 is daar een leegpassite geweest. En het was een van de eerste nederzettingen voor mensen met lepra. Iets wat interessant was eigenlijk dat die mensen van ergens anders kwamen. Die kwamen eigenlijk van een andere vallei, namelijk die noemt de vallei tussen hemel en aarde. En die noemt vandaag ook nog zo, want het is in het Afrikaans, noemt die hemel en aarde. En het was eigenlijk een vallei die heel sterk verborgen was. En die vallei noemde zo, want als je daar stond, dan kon je eigenlijk niet, je zit tussen de bergen. Dus het enige wat je eigenlijk kon doen was naar boven kijken, tussen hemel en aarde gesitueerd. En dus het is interessant dus dat de mensen van Lee, die eigenlijk gevraagd werden, die daar een nederzetting hadden, die werden eigenlijk gevraagd om te verhuizen naar Robben Eiland. En die werden eigenlijk verplaatst om op dat eiland dus te gaan wonen. De overheid is dan beginnen met eigenlijk een hele grote nederzetting eigenlijk te plaatsen met heel veel gebouwen. En straks ga ik een aantal van die gebouwen laten zien. En dus in 1931 werden ze eigenlijk gevraagd om opnieuw te verhuizen. Dus dan dacht men dat eigenlijk het aantal mensen met lepra al heel weinig is geworden en werden ze opnieuw gaan verhuizen. Dus ik wil eigenlijk beginnen met dat soort van eenvoudige vaststellingen om te zeggen dat een groep van mensen met lepra is eigenlijk niet evident. Het is eigenlijk de overheid die moet beslissen van we gaan eigenlijk die mensen bij elkaar brengen. En die mensen die worden dan bij elkaar gebracht omwille van het feit dat men bepaalde gevaren zag, namelijk van besmetting. En dat men dus eigenlijk de bevolking voor een stuk wil beschermen tegen die besmetting. Terwijl men eigenlijk de ziekte zelf niet zo goed kende. Een van de dingen, en we hebben eigenlijk redelijk veel onderzoek kunnen doen in archieven enzovoort, dat in het archief in Kaapstad hebben we eigenlijk nogal veel gezocht naar wat zijn de herinneringen daaraan, wat is het materiaal dat daar nog van bestaat. Dus een van de dingen die ons is opgevallen, is dat als je zo'n nederzetting hebt, dus als de overheid daartoe beslist, dan vraagt dat toch wel zeer veel werk, zeer veel inspanning. Je brengt eigenlijk, je verplicht mensen om samen te gaan wonen in een bepaalde plek. En dus daar komt heel veel onkosten enzovoort naar voren. Terwijl dat je tegelijkertijd ook te doen hebt met mensen die meestal eigenlijk niet echt tevreden zijn. Dus wij vonden eigenlijk nogal wat brieven van mensen met lepra die schreven bijvoorbeeld dat het ondergoed dat ze kregen, dat eigenlijk niet geschikt was, omdat het gewoon ondergoed was dat van Engeland kwam. En ze vroegen eigenlijk, kunnen we niet meer geschikt ondergoed krijgen uit katoen, dat hier lokaal wordt aangekocht. En dus je krijgt eigenlijk een resum van zaken. Het andere wat ik eventjes wil naar voren brengen, op Robben Eiland, dat is als je dus mensen moet gaan organiseren, dan moet je dat op een bepaalde manier gaan doen. En op Robben Eiland, dit is Zuid-Afrika, waar je ook kwesties van ras meespelen. Maar wat er heel specifiek was op Robben Eiland, was dat mannen en vrouwen gescheiden werden. Dus er werden eigenlijk gebouwen opgericht voor mannen, voor vrouwen. En daartussen was eigenlijk een begraafplaats. Maar daartussen was ook een draad gespannen, die op bepaalde momenten ook eigenlijk bewaakt werd met honden, zodat mannen en vrouwen eigenlijk geen contact met elkaar konden hebben. De bedoeling was, denk ik, dat men wilde vermijden dat er kinderen
kunnen zijn geboren. Door eigenlijk, dus je moet je voorstellen, mensen met lepra, die werden eigenlijk uit hun gemeenschap geplukt. Die werden verplicht met een order van de overheid, van de politie, verplicht om daar te gaan wonen. En dus ze waren individuen, ze konden niet iemand anders meenemen, dus als ze getrouwd werden, de man of de vrouw werd uit de familie genomen en verplicht om daar te wonen. Dus wat ik zei is dat wat mij opviel in die sociale organisatie, dat mannen en vrouwen heel sterk van elkaar gescheiden werden. En dus dat brengt dus een zekere organisatie met zich mee en ook complicaties. Er zijn toch familieleden die zich achteraf geïnteresseerd hebben in die site en die ook een bepaalde kleine organisatie hebben opgericht om de erfenis hoog te houden en toch regelmatig activiteiten daar rond te organiseren. Dus ik ga hier eventjes een aantal foto's laten zien. Dus hier heb je een aanlegplaats. Meestal de lepra-sites die bevinden zich meestal op heel geïsoleerde plekken. Men zoekt geïsoleerde plekken. En meestal zijn dat ook heden ten dagen ook fantastisch mooie plekken eigenlijk. Dus qua natuur die zijn dat meestal hele mooie plekken. Dus je ziet hier op de achtergrond de Tafelberg. En dus dat is eigenlijk een aantal kilometer van de Tafelberg tot dat eiland gelegen heeft. Je ziet hier een oude aanlegstijger waar mensen dus aankwamen met de boot. Oké. Dus ik wil eventjes een microtje laten zien, omdat daar eigenlijk een Hanse gemeenschap ontstond en nog altijd ontstaat, nog altijd is. Dus je hebt eigenlijk heel veel lagen van geschiedenis. Bromeneiland heeft een geschiedenis van in het begin van de ontdekking eigenlijk, de ontdekkingsreizigers die met de boten daar voorbij kwamen, die zich revitaleerden. Er was ook ontginning van stenen en van kalk, waren kalkgroeven. Later is er inderdaad een lepra-site gekomen. Nog later zijn er politieke gevangenissen gekomen. En dus er is heel veel lagen van geschiedenis. Die heeft ook een belangrijke rol gespeeld in Wereldoorlog 2, de verdediging. En dus je ziet eigenlijk al die overblijfselen daarvan. Dit is een klein kaartje dat eigenlijk laat zien hoe dat de zaken georganiseerd worden. Dus het grootste deel van het eiland was eigenlijk leeg. Maar dit was eigenlijk vooral de mannenafdeling en dit was eigenlijk de vrouwenafdeling. En die werd dus hier werd die eigenlijk gescheiden. Dit is een kleine foto, zoals je ziet. Dit is eigenlijk een kerstfeestje, maar van de vrouwen. En dus er werden kerstfeestjes voor de mannen en kerstfeestjes voor de vrouwen apart georganiseerd. Dit is een kleine tentoonstelling. Er zijn weinig gebouwen die overgebleven zijn, omdat in 1931 heeft men het grootste deel van de gebouwen afgebrand. En de reden was dat men de ziekte niet goed begreep, want men dacht eigenlijk dat de ziektekiemen dat die in de muren zaten. En om er echt, als men had beslist om die mensen te laten verhuizen, dacht men, we moeten werkelijk alles afbranden om dus de ziekte volledig te kunnen uitroeien. Met uitzondering van een aantal gebouwen, onder andere een sterfhuisje, onder andere ook een kerk. Dus dat is de kerk van de goede herder, of de good shepherd, die daar gebleven is. En daar heeft men onder andere een Hanse tentoonstelling opgezet over de geschiedenis van lepra op Rome-eiland. Dus dit is nog eens een plattegrond eigenlijk, een eerste plattegrond van die verschillende gebouwen. Dit is de kerk. Oké, dan wil ik jullie eventjes meenemen naar de andere kant van de wereld. En dat is namelijk Sorok Island. En Sorok Island is in Zuid-Korea. En dit is ook het specifieke eiland waarop mensen dus met lepra werden verbannen. Het interessante van Sorok Island is dat het was eigenlijk opgericht door de Koreanen
Maar dan later is het onder de bezetting gekomen van de Japanse overheid. Wat ik eigenlijk zou willen benadrukken, een beetje rond Sorok Island, is dat het regime, dus ik heb eventjes gesproken over Zuid-Afrika, maar dat het regime daar zeer, zeer streng was. In de zin van, dus een van de verklaringen is dat Japan en Zuid-Korea nog veel later, dat dat landen waren die echt wilden bewijzen aan de rest van de wereld dat ze modern waren. En dat ze dus een dergelijke organisatie aankonden. En vanuit hun cultuur waren ze eigenlijk vrij streng. Dus je had eigenlijk hetzelfde fenomeen. Dus dat mensen uit hun families werden genomen en naar daar werden geplaatst. Maar de mannen die waren verplicht van te werken, dus er was een verplichte, dus je moet rekening houden, dat zijn eigenlijk zieke mensen, maar er werd een verplichting opgelegd om te werken. En ook alle mannen werden systematisch gesteriliseerd. En er werden ook medische proeven gedaan, medische onderzoeken gedaan op de patiënten. Dus bijvoorbeeld, dit is een document dat zegt, dat eigenlijk vertelt over de autopsies die op de lichamen van, waar de Japanners eigenlijk autopsies uitvoerden op lichamen met mensen en negra. Je ziet dat daar vanuit Korea, en je voelt dat ook in China, dat er een heel sterke, dat men via deze tentoonstelling, maar ook via hetgeen dat er gebeurt, dat men eigenlijk een vrij grote kritiek heeft op de Japanse bezetting en de manier waarop dat die gebeurd is. Dit zijn eigenlijk foto's van lepra-patiënten die een spel buiten aan het spelen zijn. Er wordt eigenlijk ook toeristisch uitgebaat, dus het is gemakkelijk eigenlijk om die site te gaan bezoeken. Dus je ziet eigenlijk dat hier een gids is die de mensen inleidt om die site te gaan bezoeken. Dit is een tafel waarop de autopsies werden uitgevoerd. En dit is een tafel waarop de sterilisaties van mannen werd uitgevoerd. Ze zijn ook eigenlijk vrij actief om die site te verbinden met kunst. En er was eigenlijk een soort van tentoonstelling die gaande was, die je ziet hier. Ja, het is een soort van oude wasserij van die lepra-site, waar men dus kunstwerken uitoefende. En dat gaf eigenlijk de gelegenheid om die plek te gaan bezoeken met begrip van wat daar gebeurde. En, dit is eigenlijk dit was een plek, want dus die plekken waren niet alleen soorten van gevangenissen, want je kon er eigenlijk niet weg. Maar dan in Sorok Island was er zelfs een gevangenis, binnen de gevangenis zou je kunnen zeggen. Dus mensen, dat was ook op Hawaii het geval, maar veel minder gebruikt. Maar ik had de indruk dat deze wel redelijk wat gebruikt werd. Dus mensen die eigenlijk niet wilden werken of die een of andere weerstand, die werden ook gestraft binnen die site. De tentoonstellingen daar waren eigenlijk goed uitgewerkt. Bijvoorbeeld hier zie je een foto die we genomen hebben omtrent de opkomst van medicamenten, dus de sulfon-medicamenten in de jaren 50. Die hebben heel veel teweeg gebracht. Dus je kan eigenlijk stellen dat dat de ziekte nooit echt goed gekend is geworden. Ik kom er straks ook wel even op terug. Maar men is er wel in geslaagd om de ziekte te behandelen. Dus dat is tot op de dag van vandaag is dat zo, dat men eigenlijk een cocktail van antibiotica kan toedienen, waardoor men de ziekte onder controle kan krijgen. Maar men begrijpt de ziekte niet echt goed. Men kan ze wel dus behandelen. En dat heeft ertoe geleid dat die organisaties die men had, die ziektes die men had, dat die verouderd werden. Want het werd niet meer nodig, men kon de ziekte werkelijk in bedwang houden, waardoor die ganse sociale organisatie eigenlijk ook tot een einde kon komen en waarbij men ook mensen kon behandelen op ambulante wijze. Dus ze hoefden niet afgezonderd te worden
Ik wilde deze foto ook eens nemen, omdat ik zei al, op zorgeilanden werden mensen verplicht om te werken. En ze zijn onder andere ook verplicht geworden om een tuin aan te leggen. Het was eigenlijk een tuin die bedoeld was voor de recreatie van mensen met lepra. En het is een soort van memorial garden geworden. Eigenlijk een tuin waarin er allerhande herinneringen aan de periode en mensen die eraan meegewerkt hebben enzovoort wordt geïnstalleerd. Dus hier zie je een klein monumentje dat eigenlijk opgericht is geworden door de Damiaan-actie en die hulde brengt aan een aantal dokters die daar gewerkt hebben. Dus dit is een andere huldiging. Dit is eigenlijk een gedicht dat een van de lepra-patiënten heeft geschreven en die ingebeiteld is in een steen. Maar het gaat er eigenlijk over zijn verdriet dat hij nooit geen kinderen zal hebben. Terwijl dat eigenlijk de verwachting is van een man in de Aziatische cultuur dat hij kinderen zal hebben. En dus daarover gaat het gedicht. Oké, dan wil ik het eventjes hebben over Congo. Je zou verwachten van een Belg die een tour rond de wereld doet, dat hij ook in Congo moet terechtkomen, gezien het onze oude kolonie is. En er eigenlijk vrij veel activiteit is geweest rond de problematiek van lepra. Dus wij hebben maar één zo'n centrum kunnen gaan bezoeken in Kinshasa. En dat was eigenlijk in de koloniale periode dat men een hospitaal had opgericht. En één afdeling daarvan, die was eigenlijk voor de lagere klasse, voor de werkende klasse. Dus je krijgt een stad waarin er een soort van klassemaatschappij ontstaat. En dus dit hospitaal was daarvoor bedoeld. Maar heeft men, omdat het nogal geïsoleerd was, heeft men het op een bepaald moment heeft men het ingericht als een lepra-hospitaal. En het is heel interessant om te zien hoe dat doorheen de tijd, hoe dat die site getransformeerd werd. Dus nu kun je zeggen, er zijn eigenlijk er zijn ongeveer drie onderdelen in die site. Men heeft op een bepaald moment gezegd, ja, lepra, dat is iets van het verleden. We gaan daar een gewoon hospitaal van maken. En eigenlijk het eerste gedeelte is eigenlijk een gewoon hospitaal, een soort van kliniek, waar mensen kunnen komen voor consultaties. En er is ook een dokter en dus dat functioneert als een kliniek. Het tweede gedeelte is eigenlijk families van lepra die daar zijn blijven wonen. En dat zijn eigenlijk kleine huisjes waarin dat mensen met lepra en hun familieleden waar dat die eigenlijk nog altijd wonen. Als ik daarover vroeg, dan zeggen ze, ja, dat zijn eigenlijk mensen die nergens terechtkomen. Om het feit dat ze in die plek zijn terechtgekomen, hebben ze eigenlijk geen plek van origine. Zijn ze eigenlijk een soort van zonder stam. Kunnen ze ook eigenlijk nergens niet terecht in Kinshasa bijvoorbeeld. En ze leven voor een groot stuk door hetgeen dat ze krijgen en door te kunnen overleven doordat de rivier daar heel dicht is en dat ze wat kunnen vissen en eigenlijk omwille van de rivier wat inkomen kunnen hebben. Maar ook dat leidt tot problemen. Dus je kan echt zeggen dat dat zeer gemarginaliseerde mensen zijn. Ze worden voor een stuk ook onderhouden door de site zelf, door het feit dat ze ook via internationale NGO's misschien 50 euro per maand krijgen, waardoor ze eigenlijk kunnen overleven. Dat is de situatie. Dus dat zijn die kleine huisjes hier, die je hier op de achtergrond ziet, en waarin er verschillende families wonen. Dan het allerlaatste stuk is eigenlijk iets dat door de Damiaan-actie is opgericht. En dat is een supermoderne nieuwe instelling eigenlijk voor tuberculose, voor multiresistente tuberculose. Dus het is een plek die volledig is afgeschermd, dus het is met draad om het is echt een isolatieplek waarin dat er mensen die ziek zijn, maar die ook niet echt behandeld kunnen worden, dus kunnen even blijven.
Dus je hebt een soort van toch nog poging van een heel geïsoleerde faciliteit op te richten die bestaat. Dit is een ander gebouw dat ik eventjes wilde laten zien, omdat dat is een ervaring die ik dikwijls heb in Congo. Dat is als je ergens gaat dat je een soort van kerkhof van ontwikkelingssamenwerking tegenkomt. Eigenlijk, de Japanse samenwerking heeft hier in een tijd een centrum opgericht voor professionele activiteit, waar eigenlijk mensen met leefbouw konden alle soorten werkjes leren doen of leren werken met leer of leren werken met allerhande activiteiten. En dus dat is iets dat eigenlijk nu leeg staat. Oké, dan gaan we eventjes naar China. En in China hebben we in de Yunnan-provincie geweest, dat is in het zuidwesten van China, de grens met Vietnam, met Birma, met Thailand, dus dat is in die grensregio. En dus als ik vroeg aan mijn collega's, ik zeg ja, ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd in lepra-ziektes, die zeggen we hebben er eigenlijk nog nooit van gehoord. En dus dan vroeg ik het ook eens aan een student en die ging snel op het internet kijken en die zegt ja, in deze provincies zijn er nog 120 zo'n dorpen. En dus we hebben contact opgenomen met iemand die eigenlijk werkt voor een NGO en die heeft ons meegenomen eigenlijk naar een aantal van die plekken. Dus dit hier is eigenlijk waar we op bezoek zijn bij een individu die eigenlijk van de staat de toelating heeft gekregen om daar te wonen en die eigenlijk leeft een beetje van de visvangst. Dus het is eigenlijk de man met de witte hoed op die iemand is die eigenlijk volledig vervormd was van lepra, maar die er toch in slaagde om onafhankelijk te leven en die ook wel wat assistentie kreeg van die Chinese NGO. En je ziet als we naar China gaan, dan, en als je ergens naartoe gaat, dat is met een Hanse groep. Dus die man daarnaast met zijn witte, met zijn blauwe t-shirt aan, is eigenlijk een dokter die verantwoordelijk was voor eigenlijk een Hanse regio voor behandeling van mensen met lepra. Dan waren daar ook studenten bij. En dus de man die naast mij staat is eigenlijk de directeur van die NGO die daar werkt. Dit is een huisje dan. Dit is nog eens een foto met die mensen die jij ook kende. En ik wil ook eventjes deze foto laten zien, omdat het dus in China heb je ja, interessant fenomeen. Dus dit is een hele grote instelling die infrastructuur kan geven aan meer dan 500 mensen. Maar als we daar op bezoek gingen, kwamen we tot de vaststelling dat er maar 7 mensen woonden. En dus we vroegen ons af, ja, wat is hier aan de hand? En ze vertelden ons dat ja, hier is eigenlijk, er zijn journalisten langsgekomen en die hebben eigenlijk wel wat kritiek gegeven op de condities waarin mensen met lepra moeten wonen. Dus de overheid heeft dat opgepikt en die heeft gezegd, de centrale overheid heeft dat opgepikt en die heeft gezegd, we gaan daar iets aan doen. Dus die maken eigenlijk vrij veel geld vrij en hebben gezegd, we gaan grote infrastructuur bouwen en we gaan vragen van alle mensen met lepra, die in verschillende dorpen nog wonen, met enkele samen, om naar één specifieke faciliteit te komen. We gaan er ook een huis bouwen voor dokters en voor therapeuten, enzovoort, zodat dat eigenlijk een hele faciliteit is. Nu, wat gebeurt er, is dat eigenlijk niemand wil komen. Dus die mensen met lepra, die wonen in die kleine dorpen, die willen daar niet naartoe verhuizen. Want ze zeggen, ja, dan moeten we verhuizen in een andere regio waar we niet thuis zijn en we willen daar niet naartoe gaan. De dokter van hetzelfde, die wil daar ook niet naartoe gaan. De lokale overheid zegt, ja, de centrale overheid die neemt hier wel initiatieven om een groot gebouw neer te zetten, maar wij hebben geen fondsen om die faciliteit te doen draaien. Om daar eigenlijk salarissen te betalen voor mensen
enzovoort. Dus wij kunnen ons dat niet veroorloven. Dus je hebt een soort van eigenlijk monsterproject dat bedoeld is, dat goed bedoeld is misschien, maar dat bij weinig overleg tot stand is gekomen en waar heel veel geld in gegaan is, maar dat, dat eigenlijk tot weinig leidt. Voilà, daarmee ben ik eigenlijk doorheen mijn eerste deel. En het eerste deel bracht u eigenlijk door een beetje overal ter wereld uitgenomen in Hawaii. En ik zou het eigenlijk nu eventjes over Hawaii willen hebben, omdat er ook wel een aantal heel interessante dingen aan het gebeuren is en omdat ik denk dat ook naar de erfenis toe en naar de toekomst van Leprasitis dat Hawaii toch voor een groot stuk ook model staat. Die geschiedenis die is eigenlijk vrij goed gedocumenteerd. Je hebt daar van alles eigenlijk. Dat is een site waar dat er ongeveer 8000 mensen begraven zijn. Het is gesitueerd op een schiereiland van het eiland Molokai. Het werd voor die reden ook gekozen omdat het omgeven is met zee en met de hoogste kliffen ter wereld. En wat er eigenlijk gebeurd is, is dat men nu, dat men in 1969 heeft men gezegd, we kennen de ziekte goed en ze is onder controle, dus we gaan het toelaten geven aan mensen om ergens anders te gaan wonen, als ze dat willen. De meeste mensen hebben eigenlijk beslist om daar te blijven wonen, omdat dat ondertussen ook hun thuis was. De overheid heeft eigenlijk een engagement genomen om, zolang dat daar mensen wonen, om daar ook in te investeren. Dus daar wordt een kliniek gerund, daar worden salarissen betaald en er wordt ongeveer $4 miljoen per jaar wordt er in die ziekte gestoken. Dan in de jaren 80 heeft men beslist om het Nationaal Park uit te nodigen om daar de toekomst voor te bereiden en om daar een nationaal park van te maken. Dat men dacht, ja, er zal eens een moment komen dat er geen mensen met lepra zijn. En dan willen we die site bewaren voor de toekomst, voor bezoekers en voor toeristen die kennis kunnen nemen eigenlijk van een stuk van deze geschiedenis. En dus ik moet misschien toch wel eventjes teruggaan op de kennis die er beschikbaar is over lepra. Dus zoals ik daarvoor al zei, lepra is een hele oude ziekte. Het gaat terug tot de oudheid. Het is beschreven in de Bijbel. En men heeft eigenlijk tot de dag van vandaag heeft men die ziekte niet goed begrepen. Dus bijvoorbeeld, ik heb in een boek gelezen dat geschreven is door een Chinese onderzoeker. Dat die zegt eigenlijk, China die wist eigenlijk veel sneller dan het Westen dat lepra dat iets is dat besmettelijk is. In het Westen dacht men voor een hele lange periode dat lepra dat eigenlijk van generatie tot generatie dat het erfelijk is. En het is eigenlijk met de dood van Pater Damiaan, dat heeft voor een stuk veroorzaakt, want Pater Damiaan had zelf lepra, heeft eigenlijk veroorzaakt voor een stuk dat de westerse wereld heeft moeten aanvaarden, zonder daar echt de bewijzen voor te hebben, dat lepra besmettelijk is. Want hij kon het niet overgeërfd hebben van zijn eigen ouders. Nu, het is gecompliceerder dan dat, want nu begrijpt men ergens dat als het dan besmettelijk is, het is absoluut niet echt besmettelijk. Want 90% van de mensen die heeft een natuurlijke immuniteit tegen lepra. Dus de kans dat je het krijgt is eigenlijk zeer zeer klein, zelfs als je besmet wordt. Men zoekt eigenlijk nog altijd, zoals ik al eerder gezegd heb, er is geen vaccin, maar men probeert eigenlijk nog altijd een vaccin te ontwikkelen. Nu heeft men wel een vaccin voor tuberculose. Men zegt het vaccin van tuberculose is eigenlijk
van dezelfde familie van ziektes als lepra. En men probeert eigenlijk nu het vaccin van tuberculose verder te ontwikkelen om het ook toepasselijk te maken voor mensen om eigenlijk lepra te gaan vermijden. Dus ik wilde dat eventjes aanbrengen om te stellen dat de kennis over die ziekte, dat die eigenlijk heel beperkt is. Dus de manier waarop het overgaat enzovoort, volgens de westerse biomedische kennis moet je dat eigenlijk kunnen reconstrueren in een laboratoriumsituatie. Men is er eigenlijk nooit in geslaagd om dat te doen. Dus de echte biologische kennis van hoe dat die ziekte wordt overgeplaatst, men denkt dat het via neusdruppels is, dat er zijn heel veel theorieën en hypotheses daarover. We weten ook dat er verschillende structuren zijn, dus het DNA van die virus heeft men kunnen analyseren. Men weet dat er verschillende soorten van zijn die circuleren. Dus men heeft uiteraard veel kennis, maar echt de biomedische kennis die nodig is voor een vaccin te ontwikkelen, die heeft men nooit goed begrepen. Dus dat wil uiteindelijk zeggen dat we hier met een fenomeen te maken hebben dat niet goed gekend is, maar waarbij dat de maatschappij toch iets moet doen. Omdat er wordt schade aangericht, er zijn mensen die ziek worden, dus er moet eigenlijk iets gedaan worden. En dus is het eigenlijk heel belangrijk om dan te zien hoe dat men in verschillende plekken, hoe dat men daarmee omgaat. Dus ik heb al gezegd, de sociale organisatie van de manier waarop dat dan georganiseerd wordt, als je ooit tot een beslissing komt van dat zijn mensen die uit de maatschappij moeten gezet worden en die moeten apart gezet worden, ja, hoe doe je dat dan? Dus ik wil eventjes een aantal feiten oplijsten van hoe dat al gebeurd is op het eiland Molokai. Dus het eiland Molokai in de 19e eeuw werd eigenlijk heel snel multicultureel, zou je kunnen zeggen. Er werd eigenlijk heel veel geïnvesteerd, er werden plantages aangelegd, vooral suikerplantages. Maar eigenlijk door de ziektes en door de invloed van heel veel, zowel van het westen als van het oosten, want alles komt daar samen, dus je hebt daar veel Amerikanen, Europeanen, Japanners, Filipijnen, Chinezen enzovoort, alles komt daar samen. Maar door het feit dat er een grote vermenging was in de 19e eeuw en verlopen ziektes werden aangebracht waar de Hawaïanen niet tegen bestemd waren, heb je al een enorme vermindering van de bevolking. Dus bijvoorbeeld nu op Molokai wonen er eigenlijk maar 7000 mensen. Dat is niet veel. En dus ook in de 19e eeuw ging de bevolking naar beneden, maar we wilden investeren, we wilden plantages aanleggen. En dus een van de dingen die men gedaan heeft, is men heeft Chinese werkkrachten aangebracht om daar onder andere suikerplantages te beginnen. En dus het idee is dat waarschijnlijk lepra naar Hawaii is gekomen door de Chinese migratie. Dus we weten dat ook niet helemaal zeker, maar dat is een hypothese, omdat lepra al eeuwenoud gekend is in China en dat het waarschijnlijk op die manier geïntroduceerd is geworden. Dus als men begon te zien, ja, de bevolking gaat naar beneden, de ziekte verspreidt zich eigenlijk toch wel vrij snel, dan heeft men eigenlijk beslist, want Hawaii was die tijd een koninkrijk, dus als Pater Damiaan er werkte, was het een koninkrijk, heeft men beslist eigenlijk bij koninklijk decreet om een site op te richten waar we mensen eigenlijk volledig konden gaan isoleren. Nu, dus dat werd bij decreet werd dat opgericht en dus we weten eigenlijk, de overheid was de eerste initiatiefnemer daarvan. Dus de kerk die komt later. De kerk dus de protestantse kerk heeft zich beginnen gaan interesseren als eerste en dan is de katholieke kerk zich daarvoor gaan interesseren. Dus Damiaan kwam daar eigenlijk toe waar die gemeenschap niet echt goed georganiseerd was en dus een van zijn verdiensten is dat hij eigenlijk die gemeenschap heeft
helpen, organiseren. Nu, er zijn een aantal antropologen die daar ook over geschreven hebben. En die hebben een soort van postkoloniale theorie daarvoor ontwikkeld. Waar ze zeggen ja, dat dat eigenlijk ook met ras te maken. Het feit dat Pater Damiaan als blanke pater daar te werk werd gesteld, had eigenlijk ook te maken met het feit dat Hawaiianen niet goed pasten eigenlijk in de structuur van de Verenigde Staten. Waar de Verenigde Staten ook heel sterk georganiseerd is of begrepen wordt in termen van zwarten en blanken. En dus de Hawaiianen die pasten daar eigenlijk niet tussen, omdat die eigenlijk, dat zijn eigenlijk bruine mensen. En dus die de antropologe heeft eigenlijk gezegd ja, dat de blanke overheid in de Verenigde Staten dan eigenlijk later toeliet dat missionarissen daar actief zouden zijn, omdat het een soort van paternalistische benadering was van mensen die dus niet zwart of niet wit waren. Dat soort van theorieën, dat is eigenlijk wel ook voor een groot stuk bijgesteld geworden. Dus je hebt meer recente bijdragen door Anwei Skinsness Law en Henry Law, en ook van Kerry English, die eigenlijk zeggen, Anwei Law heeft eigenlijk een boek geschreven over Pater Damiaan, waaruit blijkt dat Pater Damiaan zich zeer goed aanpaste aan de lokale bevolking. En dus dat hij eigenlijk moeilijk kan gezien worden als een soort van paternalistische vader, alleen omdat hij eigenlijk zijn contact was zo nauw met die mensen, dat toch wel een beetje bijgesteld moet worden. Kerry English aan de andere kant, die schrijft niet over Pater Damiaan, maar die schrijft over die patiënten. En zeggen die patiënten die waren eigenlijk niet zo weerloos als dat ze gedacht, als er soms gedacht wordt, in de zin van die verdedigden zich ook. Dus die schreven brieven naar de kranten bijvoorbeeld, als ze wilden, gebruik maken van hun recht om te zeggen waar het op stond, ook om politieke rechten. Dus je kunt eigenlijk voor een stuk, je kunt zeggen dat die mensen, die werden voor een stuk afgeschreven door de maatschappij, maar die schreven zichzelf daarom nog niet af. En die lieten eigenlijk ook wel goed van zich horen. Ten derde zou ik zeggen, om de geschiedenis van Kalawapapa goed te begrijpen, is er toch wel een belangrijke verschuiving geweest. Dus de eerste periode van ontwikkeling, die is met Pater Damiaan gebeurd, maar een tweede periode, dus ook met een verschuiving teweeggebracht, is eigenlijk in het dorp Kalawapapa zelf gebeurd. En je hebt Pater Damiaan zelf, gedurende zijn leven, die heeft heel lange tijd gevraagd om helpers te krijgen, en vooral om zusters uit te nodigen. En dat heeft heel lang geduurd, maar uiteindelijk niet van zijn eigen orde, maar van de orde van Franciscanessen zijn er uiteindelijk zusters gekomen die het werk hebben verder gezet. Maar die hebben dat volgens mij verder gezet op een andere manier. Die zusters die waren eigenlijk opgeleid in de geneeskunde, die gebruikten eigenlijk heel sterk hygiënische regels. Hun verhouding met de patiënten die was toch wel anders dan de verhouding van dat Pater Damiaan met die patiënten had. En dus zij hadden ook een andere verhouding met de staat. Die zusters, dus bijvoorbeeld de zuster Marianne Koop, die ook heilig is verklaard, die heeft voor tientallen jaren heeft die gewerkt in opdracht van de staat. Dus die kreeg ook een salaris als verpleegster om te werken in dat hospitaal. En dus, als ik een interview had eigenlijk met die zusters die daar nu nog zijn, die zeiden, ja, eigenlijk heeft de kerk en de staat eigenlijk zeer goed samengewerkt. Hè? En hebben ze elkaar dat eigenlijk ook gevonden. Dus ik zou dat even willen zeggen ook, omdat de structuur die je daar nu hebt, is, je hebt het ministerie van Gezondheid, je hebt de federale overheid met het Nationaal Park, je hebt eigenlijk de zusters, er is ook nog een priester
die daar werkt. En af en toe zijn er ook nog protestantse diensten die daar doorgaan. Maar wat er eigenlijk naar de toekomst toe, zie je dat het ministerie van Gezondheid zich gaat terugtrekken als de laatste patiënt gestorven is. En de zusters gaan zich op dat moment ook terugtrekken. Dus ze zeggen, wij blijven hier, we hebben hier een taak totdat de laatste patiënt gestorven is. En dan gaan wij ook wegtrekken hiervan. Dus een van de zaken die ik eigenlijk nu eventjes zou willen behandelen, is eigenlijk naar de toekomst toe. Dus doordat het Nationaal Park daar terecht is gekomen, gaat men de toekomst gaan voorbereiden. En is men begonnen eigenlijk vooral de gebouwen te gaan restaureren. Dat zijn dus niet de gebouwen op de site van Pater Damiaan, want daar staat eigenlijk alleen nog een kerk. Al die andere gebouwen die zijn weg. Maar Kalamapa zelf zijn er veel gebouwen en die worden nu eigenlijk systematisch gerestaureerd. De bedoeling is eigenlijk om die ganse site voor te bereiden en te maken dat daar bezoekers kunnen komen. En er komen nu ook al bezoekers, maar op een meer systematische manier en op een meer geïnformeerde manier. Dus iedere keer dat er nu een patiënt met lepra sterft, dan worden eigenlijk al de bezittingen, dan wordt er gevraagd om dat te schenken aan het museum, aan het archief. Er wordt gearchiveerd, er wordt eigenlijk een beschrijving van gemaakt, er worden foto's gemaakt ook van de huizen van de mensen. En de bedoeling is eigenlijk dat je in de toekomst naar die site zult kunnen gaan bezoeken. En dus ik denk dat dat een heel belangrijke activiteit is. En daarmee wil ik eigenlijk mijn lezing een beetje samenvatten, omdat ja, de link tussen iets niet goed begrijpen, maar toch iets moeten doen, is heel sterk aanwezig. Dus men begreep de ziekte niet goed. Men zag dat er eigenlijk van alles in de maatschappij aan het gebeuren was. Men dacht, we moeten iets doen. En dus men ging eigenlijk mensen gaan afzonderen. Op een bepaald moment is men tot het inzicht gekomen dat die afzondering niet meer nodig is. En misschien denkt men zelfs dat dat eigenlijk nooit nodig geweest. Als men ervan uitgaat dat het eigenlijk een echt besmettelijke ziekte was, dan dat afzonderen was eigenlijk nooit nodig geweest. Dus dat betekent eigenlijk dat we heden ten dagen ook met veel dergelijke fenomenen te maken hebben. Als we met fenomenen van terrorisme te maken hebben, met andere ziekten te maken hebben, dat het dikwijls wordt teruggegrepen naar dit soort van model. Van isoleren, van proberen toch iets te doen, terwijl men eigenlijk de zaken niet goed begrijpt. Dus soms wordt er gereageerd op een enorme, vreesachtige manier. Men heeft schrik van hetgeen dat men niet goed begrijpt. Ja. Dus mijn pleidooi zou een klein beetje zijn van toch te proberen met een zeer open geest en met een zeer geëngageerde geest eigenlijk de problemen die op ons afkomen van daar ook echt iets mee te gaan doen. En ik denk dat dat eigenlijk alleen kan door een aantal dingen die Pater Damiaan ook gedaan heeft. Dat is eigenlijk heel sterk contact opzoeken met de mensen of met het fenomeen dat je niet kent. Eigenlijk op een manier die zeer intercultureel is, die zeer geëngageerd is. En tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er gemeenschap kan opgebouwd worden. Dat je probeert voorzieningen, dienstverlening, probeert daar aan te koppelen. Dus ik denk dat 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 ook in dit geval moet gebeuren. En ik wil nog eventjes terugkomen naar, ik zou zeggen, de aard van het beestje. Dus lepra is een zeer moeilijk fenomeen. Ik heb ooit een interview gehad met een dokter van de Damiaan-actie in Congo.
En die zei, ja, je moet eigenlijk de aard van de zaak moet je goed begrijpen. Dus wat ik eigenlijk begrepen heb als dokter, is dat er bijvoorbeeld een enorm verschil is tussen lepra en tuberculose. Dus mensen met lepra, door de aard van de ziekte, die verliezen de gevoeligheid in hun handen. Doordat ze eigenlijk doordat ze die gevoeligheid verliezen, kunnen ze zich gemakkelijk stoten aan iets en krijgen ze gemakkelijk wonden. Als ze die wonden niet verzorgen, dan leidt dat eigenlijk tot ledematen die afsterven enzovoort. Maar ze hebben geen gevoel. Dus dat betekent eigenlijk mensen met lepra, die hebben geen pijn. En die zijn eigenlijk beschaamd over wat hun overkomt. Dus die komen ook geen hulpverleners opzoeken. Die komen niet gemakkelijk naar het hospitaal. Integendeel, die proberen zover mogelijk eigenlijk van de bevolking zich te verwijderen. Dus die isoleren zichzelf. Dus dat betekent dat je als hulpverlener echt wel een grote inspanning moet doen om die mensen te kunnen bereiken. En dus vandaar ook de oplossing die men vond om ze in kolonies bij elkaar te brengen en op die manier te gaan behandelen. Tuberculose is een heel andere ziekte. Tuberculose is eigenlijk een ziekte van de stad. Het is iets dat op je longen komt, het is iets dat heel veel pijn doet. Dus dat zijn mensen die hulp gaan zoeken. Dus je hebt daar geen moeite mee om die naar het hospitaal te laten komen. Die komen spontaan. Het is ook een onzichtbare ziekte. Van een persoon met tuberculose zie je niks. Dus ik heb dat meegenomen eigenlijk als inspiratie ook om te denken van, ja, als we met een fenomeen te maken hebben, met heel veel van die fenomenen van uitsluiting en van dingen die we eigenlijk niet goed begrijpen, die dingen die ook nieuw zijn, ja, dat we toch echt moeten proberen goed te begrijpen wat de aard en de materialiteit van een bepaald fenomeen is. En dat we op die manier dan ook actie, engagement, maar ook inspiratie.